Welkom bij Trots op Gelderland, het programma waarin we u wekelijks laten zien hoe innovatief we zijn in Gelderland en waar we zo ontzettend trots op mogen zijn. Vandaag bezoeken we een aantal Gelderse ideeën van Wereldformaat. Een wereldleider op het gebied van graszaad. Een bedrijf dat de voorpagina van de Times haalde. Maar we beginnen met pindasaus en mayonaise. In de hele wereld is het te vinden. Gras uit ons eigen Gelderland. En dan moet je denken aan gras voor koeien om te eten, gras voor in parken en voor hele belangrijke sportvelden overal over de wereld. Op de Olympische Spelen in Peking bijvoorbeeld lag er gras uit Gelderland. En het trainingsveld van het Nederlands elftal in Brazilië bij het WK was van... juist. Barenbrug levert aan meer dan 100 landen gras. En overal hebben ze hun eigen test- en proefvelden. En die voor Europa, die liggen gewoon hier, in onze eigen Wolfhezen. Mooi dit zeg. Nou is voor mij gras, ja, gewoon gras. Maar dat is voor jullie niet zo, hè? Nee. Dat scheelt heel veel. Er zijn in de wereld ongeveer 8000 soorten gras. Soorten, hè? 8000, ja. Oké, de wereld van het gras. En dan heb je natuurlijk gras waar koeien van eten. Ja. En je hebt gras waar wij het gazonnetje van willen maken. En voetbalgras. Waar zit hem dan nou het verschil in? Ja, binnen Barenbrug hebben we zeg maar twee divisies. Eentje is voedergrassen, dat zijn de eetbare grassen. En de andere zijn de gezonde grassen, en dat zijn de niet eetbare grassen. Die je nu in je hand hebt, dat is een hartsvinkgras. En die wordt vooral gebruikt voor gebieden waar traag gegroeid moet worden. Dus in de wegberm, op de rug van een golfbaan. Dit groeit niet zo hard. Groeit niet zo hard, heeft niet zoveel meststoffen nodig. Is eigenlijk een plantje wat heel lang groen blijft. En Engels raaigras, dat is deze dus. Die gebruiken we zowel voor koeien als voor sport. Alleen die zijn helemaal de andere kant op gekruist. Voor koeien is het belangrijk zoveel mogelijk productie. En voor sportvelden moet die juist heel goed betredingstolerant zijn. Betredingstolerant, die moeten veel op heen en weer kunnen ja, heel rennen. Veel op, zeg maar. Ja, we testen heel veel op betredingstolerantie. Laat nog eens even wat zien, want wat heb je nog Dit is bijvoorbeeld ook een hele leuke die we nodig hebben voor voetbal. Het is veldbeemd en die heeft ondergrondse uitlopers. En ondergrondse uitlopers, als je die gaat mengen in een mengsel met deze, met Engels, dan wordt die heel erg sterk. Dan heb je een soort betonijzer van het mat, dat die, als er een slijding wordt gemaakt, dat er niet al die pollen de grond uitvliegen. Omdat die zeg maar ondergronds goed vastzit vanwege al die worteltjes. Ja, die groeit allemaal aan elkaar door, ja. We zitten op 6 continenten. Volgens mij in 18 landen hebben we researchstations. We leven ondertussen in meer dan 100 landen. Maar we kweken in al die landen omdat het klimaat heel belangrijk is. Het Nederlandse klimaat is bijvoorbeeld heel goed voor Engels. En ook veldbeemd. Maar je hebt bijvoorbeeld hier ook een rietzwenk staan, dat is deze. Die kijkt hier nog weer iets anders en iets grover. Een rietzwenk die heeft het voordeel dat hij heel diep wortelt. Er komen wortels aan van 60 centimeter. En dan kun je wel raden in welke landen dat die gebruikt wordt. Waar het heel droog is. Juist waar het heel droog is, dus aan de Middellandse Zee, wordt vaak heel veel rietzwenk gebruikt. En zo proberen we toch voor elke klimaat iets te kweken. Dit is Discantia, ruwe smelen. Die doet het weer heel erg goed in de schaduw. Er gaat echt een wereld voor me open. Kom in de kast. Belangrijk onderdeel van jullie werk is natuurlijk het onderzoeken van al die grasplantjes. Waarop onderzoeken jullie dat bijvoorbeeld? Nou, vooral op ziektes wordt heel veel onderzoek gedaan. Daar kweken we hier gezonde plantjes op. En die worden dan geïnfecteerd met ziektekiemen. En dan worden ze in een klimaatkast gezet. En dan gaan we kijken welke plantjes worden minder snel ziek of worden niet ziek. En die plantjes die ziek worden, worden weggegooid. En de gezonde plantjes gaan we weer mee verder. Hier zie je bijvoorbeeld ook nog een hydroponisch systeem. Dat is grasplantjes laten groeien. Zeg maar in het water. Oh, kijk dan. En dat is gewoon heel erg leuk. Want hier kun je bijvoorbeeld ook kiemproeven mee doen. Dan kun je de temperatuur van het water naar beneden zetten. En dan ga je kijken welke plantjes stoppen het eerste met groeien. En welke plantjes willen nog doorgroeien. Maar je zou hier ook onderzoek kunnen doen naar bijvoorbeeld zoutgehaltes. De zeespiegel stijgt. Er komt steeds meer brak water overal. En dan kijk je hoe die plantjes daarop reageren. Juist. En welke plantjes de beste zout af kunnen. Daar gaan we dan weer verder. Of die gaan we ook verkopen dan straks in een zout gebied.
Je moet gek zijn op gras, want anders moet je ze niet. Ben jij ook gek op gras of niet? Ik ben wel gek op gras, ja. Maar ik vind het leuk het gras zeg maar, vooral buiten te zien en op te spelen en op te sporten. Heb jij thuis ook zo'n mooi, gaaf, geschoren gazonnetje? Ja, dat is eigenlijk wel verplicht. Als ik visite over de vloer krijg, dan het eerste wat ze zeggen van... je gras, je gras. Maar dan nog moet je elk jaar heel veel onderhoud doen. Ja. Want als je niks aan je gezond doet, dan gaat zelfs het allerbeste gras... Dus dat is liggen, eroverheen kijken en met het nagelschaartje bijknippen. Nou, zo erg is het niet. Maar je moet wel goede machines hebben. Dus zorg dat je een scherpe grasmaaier hebt. Dat geldt voor iedereen. Ja. En dan ook voldoende meststoffen geven. Op tijd je berekening aanzetten. En dan kan iedereen een mooi grasmatje krijgen. Jullie gras, Jan, ligt in heel veel voetbalstadions. Ja, bijvoorbeeld bij alle topclubs in Nederland. Maar ook in het buitenland, bij Real Madrid, Barcelona. Ja, in Engeland. Dus niet het minst in Engeland. Noem ze maar op. Hier ligt het voetbalgras allemaal. Ja, dit is allemaal Engels raaigras hier. De eerste stroken liggen 40 verschillende soorten. Maar de Engels is echt voetbalgras. En dan zie je, deze doet het gewoon goed, ook onder Nederlandse omstandigheden. En dan is het wel leuk om te zien, de volgende, die doet het minder goed. Ja, dat zie ik. Die kan niet zo goed tegen die kou. Deze, nou, het is donker. Ja. En in Zuid-Europa en Amerika gebruiken we vaak wat donkere rassen. En hier komen we eigenlijk een beetje met de top uit. Dit is echt een toppertje. En dit is op dit moment wel de hit in Europa. Uitlopen voor het Engels, dat heeft niemand. Nou, is natuurlijk een ontzettend belangrijk ding bij dit soort gras, is dat het niet kapot gaat, hè? En dat is ook wat wij doen op die 5000 proefveldjes die we elk jaar aanleggen. Die betreden we bijna helemaal kapot en dan blijft er misschien eentje of twee leven. En daar kruisen we mee verder, want die heeft alles overleefd. En dus de kans dat die nakomelingen geeft die nog weer beter zijn, is natuurlijk een stukje groter. Dat is leuk, veldjes kapot maken. Dat is heel leuk. Het is bijna een tapijtje, hè, op zo'n golfbaan. Maar dit is ook gras wat jullie weer hebben bedacht en gemaakt. Ja, niet alleen wij hebben bedacht, maar voor golfbanen wordt roodswinggras en struisgras gebruikt. En het kenmerk van die grassoort is dat je die heel kort kunt maaien. Sommige kun je terugmaaien tot 3-4 millimeter. En dat is nog korter dan het tapijtje misschien bij jou in de woonkamer. En dan heb je natuurlijk nog allerlei andere sporten waar gras voor nodig is. Ik denk aan een tenniscourt bijvoorbeeld. Ja, tennis is vooral een heel harde ondergrond. En dan zit er weinig lucht in de grond. Dus dan moet je wel weer grassoorten hebben die daar ook weer goed tegen kunnen. Je denkt er eigenlijk helemaal niet over na, hè? Maar voor elke sport is er dus weer een andere eis in gras. Voor cricket heb je weer andere, voor polo waar die paarden overheen gaan. Nou. Perfect. Best leuk hoor, dat golfen. Maar ik lig toch liever op het gras in de zon, eigenlijk. Volgende week dan gaan we het hebben over, het klinkt een beetje raar, poep. En hoe je daar energie uit haalt. Tot volgende week. Ja, nog een keertje? Nee, je moet hem eigenlijk... De mooiste zijn nog wel een stukje verder, hè? Maar het is wel een stuk moeilijker.